Met enige regelmaat berichten we over de spoorlijn die velen graag zien tussen Nijmegen en Kleef. Lokale politici in zowel Nederland als Duitsland, de FNV, FIF en onderwijsinstellingen als de Radboud Universiteit en de Hogeschool Rijn-Waling-Kleef zijn uitgesproken voor de lijn. Maar waarom wordt die lijn dan nog steeds niet gerealiseerd? Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit, benadrukt de noodzaak van de lijn. Nou, wij vinden het als Radboud Universiteit heel erg belangrijk dat wij makkelijke verbindingen hebben met de hele regio waarin we zijn. En daar zit ook een stuk Duitsland bij. In die regio ligt onder andere de hogeschool in Kleven. Wij hebben toenemende mate samenwerking met die hogeschool. We willen graag dat onze docenten daar lesgeven, docenten van daar bij ons komen, studenten makkelijk op en neer kunnen. En dan is de huidige busverbinding echt onvoldoende. En er ligt een prachtige plek waar een railverbinding weer kan terugkomen. Of dat nou een trein moet zijn of een tram of een andere vorm van light rail, dat maakt mij niet uit. Maar die verbinding zou ik heel erg belangrijk vinden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed begrijp waarom dat in deze provincie niet kan. Terwijl in het Westen op allerlei plekken in veel moeilijkere omstandigheden voor veel meer geld wel overal verbindingen worden aangelegd. Ook de VVD Nijmegen is uitgesproken voor. Maarten Bakker, raadslid, sluit zich aan bij Van Krieken en hoopt op een vruchtbare gemeenteraadsvergadering die over 2 weken plaatsvindt. De verbinding tussen Nijmegen en Kleef die moet er komen omdat Nijmegen echt een centrumfunctie heeft in de regio. En die centrumfunctie, dat is een beetje gek, want als je naar Boxmeer of naar Os wil of daar vandaan wil komen, dan ben je 20 minuten onderweg. En naar Kleef ben je bijna een uur onderweg. En ja, dat hoort gewoon niet bij een centrumfunctie als die van Nijmegen. Als VVD Nijmegen zijn we constant bezig om eigenlijk de verbinding tussen Nijmegen en Kleef op de kaart te zetten. Dat doen we lokaal, maar dat doen we bijvoorbeeld ook in de regio. We lobbyen in de provincie. En aanstaande gemeenteraadsvergadering hebben we bijvoorbeeld weer samenwerking met de Partij van de Arbeid hebben we het op de agenda gezet. En zo blijven we bezig om die verbinding tussen Nijmegen en Kleef goed tot stand te brengen. We zien dat het hartstikke druk is op de campus, de Radboud Universiteit, de HAN. Er is veel samenwerking en er zijn veel internationale studenten. En met bijvoorbeeld een verbinding over het spoor naar Kleef zouden we die drukte op de Heijendaalseweg enorm kunnen ontlasten. De raad als in de regio eigenlijk altijd bezig om die verbinding op de kaart te zetten en om te realiseren dat die verbinding beter wordt.